Leiding in handen van El Arjini. Moet die laatste bocht nog wel even door. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Tweede aan de buitenkant is nog altijd Eddie Ready Go. En daarachter gaat nu naar het derde spoor. Love is in the air. El Arjini pakt weer een lengte. Aan de buitenzijde Eddie Ready Go. Die komt niet dichterbij. Love is in the air ook niet. Aan de buitenzijde komt Rosa Lest, onze Belgische gast. Maar het is El Arjini die hem heel makkelijk gaat winnen. Daarom wordt deze man ieder jaar kampioen. Hij rijdt het beste. Fred Handelaar wint met de 3. Daarachter de 5. Dan de 7. En daarachter is het close voor plaats 4. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door de 3, El Arjini en Fred Handelaar. Ze winnen 1-18-2. 1-18-2, de winnende tijd voor El Arjini en Fred. Mooi succes voor de familie Wiersma die deze El Arjini zelf hebben gefokt. In onze 5-jarige Maddie van Virgil Bocage en Rosalind Pride. En wint hier met Fred Handelaar. Maken we eerst de foto, loop ik daarna naar Fred. Dan is er gelachen en dan loop ik even naar Fred, want het zag er ogenschijnlijk heel gemakkelijk uit eigenlijk. Ja, ging prima. De kop en handig paard. Liep vorige week in Alkmaar ook al een berensterke koers. Nee, niks als lof. Niks als lof, dan neem ik aan ook voor de trainer. En natuurlijk voor de familie Wiersma. Maar geef jou een hele grote klap op de schouder, terecht. Ja, nee. Ik rij mee en hun maken het paard goed, de trainer en assistent. En nou, dat was voortreffelijk vandaag. Kijk, dat is een mooi compliment voor de hele stal van Bas Krebas. Want de Smallingenlandprijs wordt dus gewonnen door El Arjini en Fred Handelaar. De man die zegt dat hij gewoon opstapt. Maar goed, als je dat 25 jaar achter elkaar kan doen en kampioen wordt, dan kun je zelf toch echt ook wel wat. Daarom mag u zo meteen een groot applaus laten horen voor Fred Handelaar en El Arjini. Want zij winnen hier de Smallingenlandprijs en deden dat keurig van start tot finish. Start gevallen. Paarden zijn onderweg en niet echt iemand die heel nadrukkelijk naar de leiding gaat. El Arjini rijdt wel mee, galoppaan aan de relingzijde van No Spa. No Spa springt weg. El Arjini is als eerste bij de bocht. Daarnaast in het tweede spoor ligt nummer 1, galop nummer 1. Eddie Ready Go en het derde spoor is voor Love is in the Air. Daarachter aan de relingzijde gaat daarvoor de andere gouden helm in de koers. Dat is Hiltje Tjalsma met Dexter. Tweede spoor voor Chiquita GS. En het derde spoor is blijven hangen. Love is in the air. Hoeveel pech kun je hebben met 6 paarden dat je 3 dik zit? En daarachter aan de relingzijde, nou eigenlijk in het tweede spoor. Dus blijft hij voorlopig ook nog even 3 dik. Volgt dan Rosa de Lest. Paarden in de rechte lijn overzijde. Handelaar heeft de koers voorlopig even onder controle met El Arjini. Schuin daarnaast ligt Eddie Ready Go. Door het derde spoor gaat Kees Kramer nu naar voren. Hij krijgt geen positie en hij denkt de dood of de gladiolen. Waarbij de gladiolen voorlopig even lonken, want daar komt de buurt van de leider El Arjini. El Arjini aan de buitenkant Love is in the air. Nu wordt er even kort gesproken, maar Handelaar is niet van plan om de leiding af te geven. Nou wil graag Kramer gaan inparkeren. Dat wordt ook een hele klus, want dat wordt bijna voorkomen door Eddie Ready Go, maar net niet. En zo liggen ze eindelijk allemaal op hun plek. Zijn we inmiddels in de linkerbocht. Als we straks de finish passeren, nog één ronde te gaan. En het is El Arjini die leidt op de tweede plaats. Love is in the air. Dan volgt Eddie Ready Go. Het eerste paard aan de buitenkant is Chiquita GS. Daarachter in het tweede spoor Rosa Lest. En daarachter aan de relingzijde volgt Dexter. Zo komen ze voor de tribune langs. Rust is weer gekeerd in de koers en het is El Arjini die leidt. El Arjini aan de buitenzijde komt nu wel ietsje dichterbij. Eddie Ready Go. Daarachter aan de relingzijde volgt Love is in the air. Dan Chiquita GS, de tweede favoriet in de koers. Daarachter Dexter, die door Hiltje wakker wordt gehouden. En daarachter volgt Rosa Lest. Zo gaan de paarden de rechterbocht in, zijn inmiddels in de laatste kilometer. En El Arjini heeft nog altijd een lengtevoorsprong. El Arjini, daarachter op plek 2 aan de buitenzijde. Eddie Ready Go, paard dat we goed kennen uit Duitsland. Loopt normaal gesproken in Dienstlaken en Mönchengladbach. En vandaag is hij hier in Groningen. Daarachter aan de relingzijde ook een Mönchengladbach specialist. Love is in the air. En daarachter volgen dan Dexter, Chiquita GS en Rosa Lest. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Handelaar heeft nog altijd een lengtevoorsprong met de favoriet El Arjini. El Arjini, buitenkant de hele koers al, is het Eddie Ready Go. Daarachter zoekt Kramer nu hem een gaatje op. Er is ruimte genoeg om naar buiten te gaan. Hij gaat naar het tweede spoor. En dat doet hij met Love is in the air. Binnendoor gaat nu naar voren. Chiquita GS, die wilde eigenlijk ook buitenom, maar die gaat nu binnendoor. En nu gaat ook Kramer weer terug naar binnen. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding in handen van El Arjini. Moet die laatste bocht nog wel even door. Doet het hoofdje iets omhoog, maar Handelaar heeft hem aardig onder controle. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Tweede aan de buitenkant is nog altijd Eddie Ready Go. En daarachter gaat nu naar het derde spoor. Love is in the air.
Dat zijn de drie paarden waar het tussen gaat op dit moment. Aan de relingzijde Ella Genie en die versnelt nu. Ella Genie pakt weer een lengte. Aan de buitenzijde Eddie Ready Go. Die komt niet dichterbij. Love is in the air ook niet. Aan de buitenzijde komt Rosa Lest, onze Belgische gast. Maar het is Ella Genie die hem heel makkelijk gaat winnen. Daarom wordt deze man ieder jaar kampioen. Hij rijdt het beste. Fred Handelaar wint met de 3. Daarachter de 5. Dan de 7. En daarachter is het close voor plaats 4.